En de eerste man die wordt aangespeeld is Drost. En die kan meteen richting Pasveer. En die kan eigenlijk meteen scoren. En dat doet hij. En dit is wellicht de snelste goal van dit seizoen in de Eredivisie. Binnen 13 seconden vanaf de aftrap. Oh, ook hier geldt dat hij het zelf had kunnen proberen. Schot dan. Die komt niet aan schieten. Toen gaat hij de bal er alsnog in. Die gaat er alsnog in. Via Mochtar. Mochtar. Mooi meegegeven. Mokotjo. Vrije doorgaan. Mokotjo. Het is 0-2. Daar zit Sandler goed tussen. Nu is Pep weg. Zo golft het spel nu wel op en neer. Namli. En Bacicek. Korte hoek. Daar waar je misschien de bal in de lange hoek verwacht. Fernandes is te langs. Het wordt beslist. Opnieuw door Guillaume Fernandes. Die 1-3 maakt.